Dit is de grote vraag. Welke van deze twee is belangrijker voor je gezondheid? Een goed voedingspatroon of goed kunnen omgaan met stress, oftewel meditatie, oftewel een sterke mindset, oftewel het hele principe van de mind. Welke van twee is deze belangrijker? Dat is de vraag, en in deze video ga ik je het antwoord geven. Mijn naam is Jesse van der Velde en ik ben auteur van twee nummer één bestseller boeken over voeding en over gezondheid. En iets wat ik zelf zo'n vier jaar geleden aan mijn eigen lijf heb mogen ondervinden, was dat je een te veel aan stress nooit met gezonde voeding kunt compenseren. Ik had misschien wel het beste voedingspatroon dat ik voor mezelf kan hebben. Ik had tien jaar lang mijn voedingspatroon geoptimaliseerd. Ik wist precies wat goed werkte voor mijn lijf. Ik wist welke voedselintoleranties ik had. Ik wist wat ik dus absoluut niet moest eten. Ik wist simpelweg wat goed voelde. Ik wist hoe ik moest eten om voedingsstoffen goed binnen te krijgen voor mezelf. De juiste ratio's tussen vetten en eiwitten en koolhydraten, en waar mijn goede vetten vandaan te halen, etcetera, etcetera. Ik dacht, I nailed this. Maar het was dezelfde periode dat ik drie bedrijven tegelijkertijd probeerde te groeien. En het waren allemaal bedrijven met een mooie missie om mensen te helpen met hun gezondheid. Maar ik nam veel te veel op mijn schouders. En iets wat ik mijn cliënten in de jaren daarvoor altijd leerde... Was dat je een te veel stress nooit met gezonde voeding kunt compenseren? Iets wat ik altijd zag was dat de cliënten die wij één op één begeleiden, die een perfect voedingspatroon hadden, maar die een mindset hadden die te gestrest was. Bijvoorbeeld dat er te veel stress in hun was over angst om te falen, angst dat het Bijvoorbeeld het programma dat ze volgen niet zou lukken. Of ze hadden een zware tijd op het werk of een zware tijd privé. Dat die mensen niet lukte om hun gezondheidsdoelstellingen te bereiken. Bijvoorbeeld om af te vallen, of om bijvoorbeeld de klachten die ze hadden te overwinnen. Want stress is wat ze in het Engels noemen een silent killer. Stilletjes breekt het zoveel van je gezondheid af. En een voorbeeld daarvan is dat je kunt niet tegelijkertijd stresshormonen en verjonginghormonen tegelijkertijd produceren. En verjonginghormonen dat is een grote categorie. Dat is een algemeen begrip. En ik bedoel daarbij bijvoorbeeld de hormonen zoals bijvoorbeeld testosteron, wat we zowel als man nodig hebben als vrouw. Dat is een van je verjonginghormonen. Het hormoon dat helpt om vet te verbranden, om spiermassa te behouden, om je huid jong te houden, etc. Vrouwen die associëren het veel te vaak met bodybuilders, maar ook zij hebben testosteron nodig. En deze categorie van hormonen, testosteron, een progesteron voor een slank lijf, voor een goede gezondheid. En je lichaam kan niet de stresshormonen en die verjonginghormonen tegelijkertijd produceren. Het is of-of. En daarom, wanneer je stress hebt, heb je per definitie die verjonginghormonen. En wanneer je stress hebt, dan. Wordt je bloedsuikerspiegel verhoogd om suikers vrij te maken, om te kunnen vechten voor je leven of te vluchten voor je leven? Wat je oerstressreactie is. Maar dat hebben wij helemaal niet nodig. Want als je gestrest bent op je werk en je zit achter de computer, dan heb je die verhoging van je bloedsuikerspiegel helemaal niet nodig. Dan is het juist a voor rechts voor je gezondheid. Want het leidt er uiteindelijk weer toe dat je juist meer vet zal opslaan, dat je juist zal aankomen. Stress is niet goed voor je hart, stress is niet goed voor je mind, niet goed voor je focus, et cetera, et cetera. En daarom dienen wij altijd als eerste heel bewust te zijn over onze mindset. Over de verbinding met ons lichaam, over onze ademhaling. En jarenlang vond ik dit altijd maar zweverig. Ik vond ademhalingsoefeningen maar zweverig. Het was niet mijn ding. Totdat ik dit persoonlijk aan mijn eigen lijf heb ondervonden, hoe belangrijk dit is. En in een van mijn andere video's zal ik aan je uitleggen wat een ademhalingsoefening is. En niet zozeer echt een ademhalingsoefening, meer een. Een, een leven, een principe wat zo fundamenteel is voor gezondheid, voor verbinding met je lijf. Wat ik leerde van een van de meest wijze mannen die ik ooit in mijn leven had ontmoet. En voordat ik hem ontmoette had ik al een hoop wijze mensen ontmoet. Dat garandeer ik je. Dus daar zal ik naar linken onder deze video en zal ik je er meer over vertellen. Dus wil je meer gaan leren over voeding, over gezondheid? Like mijn video, volg me hier op dit kanaal. En ik hoop je terug te zien bij een volgende video. Tot dan!